Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze minigames. Vandaag spelen we weer een rondje minigames in de nieuwe... de oudere. Dus de oudste. Vandaag spelen we weer een rondje minigames in de... Mineplex server. Yippie. Hoezo? Mineplex server. Ik wou eerst Hypixel zeggen, maar goed. Wat gaan we doen? Turfars. Oké, gaan we eerst een rondje Turfars doen. Op naar Turfars. Jij zit als het goed is, nu bij mij. Lijkt dat heel intimiderend? Ik ben rood. Ik ben rood. Ik bijna. In 3, 2, 1. 360. Oké, nou ja, we gaan even verwachten tot de timer over is. En zijn we bij jullie terug, vlak voordat hij over is. Oké, dan zijn we weer, vlak voordat het gaat beginnen. 12 van de 12 players. Ik ben infiltrator, dus ik ben special, want ik heb een zwaard. Ja! En dit is de map die hebben we volgens mij nog niet tijdens het opnemen gedaan. Of wel? Dat weet ik echt niet meer. Volgens mij hebben we deze nog niet tijdens het opnemen gedaan. Ik weet wel dat jij met jouw klas echt useless bent op deze map, of niet? Ja, best wel. Maar dit is wel een hele gave map. Hé, we moeten weer ons fort bouwen. Eén keer hebben we hier gespeeld. Of een paar keer. En dan gingen we altijd hier een fort bouwen. Op deze hoek, hè? En we houden van hoge forten, dus ja. Wel jammer dat je niet extra blokken krijgt. Gewoon 10 blokken per build time of zo, desnoods maar erbij. En wat bedoel? Krijg je toch ook, dacht ik. Echt? Ja. Wow, de tijd is om! Dit is echt retreat! Retreat! Dit is echt het slechtste fort dat ik ooit heb gezien. dit is ook echt de kutste manier hoe je het kan doen. Kijk dan, dit potje. Joep. Ik heb geen pijl meer. Ik heb 1 schot. Dat was ik even vergeten. 1 schot en daarna is het over. Auw. En als ik naar binnen ren, dan ben ik in principe gewoon... Ja, zoals je zei, useless. Useless op gewoon totaal niveau. Hé, ik heb er 1. Hé, ik heb er ook 1. Maar ik kan die camper hier mappen. Boom, camper kill. Oh, ik heb hun basis binnen. Camper kill. Ik heb er weet ik voor hoeveel, joh. Ik heb er echt veel. Kom op. Ja, speed is weer normaal. Ik had echt gewoon een stuk of 4. Gewoon allemaal uit hun basis. 4, weet je hoeveel dat is? Wacht. Ze staan nou allemaal te kamperen, toch? Die kan ik hebben, die kan ik pakken. Kan jij in hun basis dan? Ja. Dus waar zij spawnen, kan ik komen. Ik wil die klas ook. Kijk hè, ik ren gewoon naar binnen. Ik heb er 1 keer eentje geraakt. Oké, de tijd is bijna om. Kom, schieten nu je nog kan. Fire. Ah, ik ben net dood. Ik zag hem, ik zag je doodgaan. Auw. Ik ben nog steeds dood, 5 seconden. Ah, shit. Volgens mij ben ik nu onderhand vaker dood dan dat ik kills heb. Ik heb 1 kill. Kom, we gaan helemaal naar voren, hier gaan we bouwen. En hopen dat zij niet... Als zij 1 kill maken, zijn we alles kwijt. Ja, daarom ga ik niet helemaal vooraan. Want je krijgt 2 blokken per kill. Wat we dus kunnen doen... Move a dikzak. God. En dan gaat hij daarna meteen dood. Hé, ik heb er ook 1. Tobias, man. Oh. Je hebt laatst toch zo'n blokje? Ja. Daardoor moest ik verder naar links, want ik gelijk dood. Nee, ik ben het water ingevallen. Ik sprong niet. Mijn spatie deed het niet. Ik speel op mijn oude toetsenbord. En mijn spatie deed het niet helemaal zoals het zou moeten volgens mij. Oh, verspilde pijl. Let op, hè. Klaar om de basis binnen te vallen? In treatment time. Jij kan ook echt zeggen, verspilde pijl. Kick some ass. Laatste kill. Yes, we begonnen. Ik stond er echt binnen en niemand zag me volgens mij. Pats, 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 pats. En het was al afgelopen. Anders had ik er zoveel kunnen hebben, joh. Ik heb 3 kills en. 6 kills, 1 assist. En jij? 2 kills. Oh nee, 5, laat maar. En 1 assist is evenveel waard. Nee, ik heb 2 assists. En 6 kills. Maar dus dat jouw is klas... 4 gems daarvoor. Huh? Jouw klas is best goed op deze map. Die is inderdaad best goed. Kom je team rood? Ik zit weer blauw, team rood. Maar ik ga naar rood. Doe maar. Het is een 360 en dan gaan we weer winnen. Ja. Oh, ik ben een Q. We gaan gewoon weer vlammen. Yep. Maar goed, wij zijn weer zo bij jullie terug. Als de tijd om is. Hey YouTube, zijn we weer. Oh, waar zijn we? Fort. Welke map is dit? Ik zie ijs.
Ik zie ijs. Zou het dezelfde map zijn? Ooghoek. Nee, dat is niet dezelfde map. Oké, let's go, go, go. Kom, we hebben tijd om te vlammen. Ah, dit vind ik de moeilijkste map. Ik vind ook de saaiste. Je kunt hier niet naar binnen rennen. Kom, we gaan hier voortbouwen. Oké, we gaan daar voortbouwen. Oké, doe maar hier. Nee, we gaan wel gewoon hier voortbouwen. Dit is onze terugvalbunker. Oké, maar ik zou wel opschieten met de terugvalbunker, want anders is het geen terugvalbunker, maar onze eerste bunker. We gaan onszelf gewoon helemaal. We zullen onszelf gewoon een keer helemaal inbouwen. En als iemand iets kapot schiet, blokje weg blijven zetten. En dan ga jij er gewoon. Gaan we zo'n 1x1 gat zitten en jij met zo'n zwaard iedereen kapot slaan. Super zwak. Kijk, eigenlijk is dit bunker best groot. Ja, maar ik kan nauwelijks schieten, hè? En je hoofd zit ervoor. En jouw hoofd ook. Je hebt een dikker hoofd. Oké, deze moet even weg hier in het midden. Hé, hey, hele goede morgen. Hij is dood. Wat? Er stond iemand echt wel dood. Nee, ik loop het fort in van hun. 1 kill. En ik kom weer terug, dek me, cover me. Cover me, ik val joh. Schieten, gewoon machinegeweer, dan lijkt alsof ik wat doe en dan snel vluchten. Leef je nog? Ja, ik heb weer een pijl geschoten en ik ga nu weer terug. Thanks, Klas. Thanks voor je pijlen. Ik ga hier omhoog. Kun je mij coveren? Ik heb hem. Covering fire, please. Oh, ik had gewoon... Als ik daar binnen ben, heb ik echt een slowness die is niet te leuk meer. Die is gewoon vervelend om mee te spelen. Ja, ik kan ga erin. Ga dit bordje echt lekker. En daarna is het gewoon over met mijn snelheid. Ah, ik ben dood. Ik ben dood. Oh, jongen, als ik die slowness niet had, had ik een kill. Als je nou gewoon een speed buff krijgt ofzo, als je een pijl schiet. Ja, als ik elke kill sneller ga ofzo. Ja, dan een speedbuff voor 2 seconden. Daar heb je al best veel aan, hoor. Voor elke hit dat ik 2 seconden ga ofzo. 2 seconden sneller. Ja, vergis je niet. Dat is één zo'n speedbuff, dat het lijkt me echt chill, hoor. Wow! Ik had er? Hoeveel had ik er? 3 of zo. 4. Ik had 4 kills. Af en toe ga ik super goed. En dan heb ik echt bam, 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 bam. En dan ga ik weer een tijdje heel slecht. En dan heel snel naar ons voortrennen om het te herbouwen. En dan ga ik weer even heel goed vlammen. En dan is weer gewoon kudats, kudats, kudats. Doe stil, computer. Mijn computer maakt later tijd zoveel herrie. Mijn is heel traag bij het opstarten en afsluiten de laatste tijd. En voor mij gaat dit alsof het een soort compressor is ofzo. Moest jij laatst ook een enorme Windows-update uitvoeren toen we afsluiten? Ja. Echt, ik wil slapen, even stil, computer. Windows update. Hij was serieus gewoon nog een kwartier bezig. Ja, die van mij ook nog. En dan opstarten ook weer, hè? Kun je dat niet allemaal doen als je gewoon toch gaat afsluiten? Nee, als je gewoon een keer in slaapstand gaat, dat je dan kan aansluiten, wil je, als je dan, weet ik veel, dat je zo'n ding kan doen, als je computer 30 minuten in slaapstand gaat, dat je dan een update wil uitvoeren. Ik ben aan het spankillen. Ik heb 3 keer dezelfde achter elkaar. Fikker, dat is gewoon zielig, joh. Ik kijk nu in mijn chat en ik zie 4 keer dezelfde naam staan. En hij spande en ik had hem gewoon gelijk dood. Gewoon, tjak tjak, en hij is gekwit. Nee. Hij is gekwit. Het is van beide mensen. Het is echt zo, you killed. Hij heeft in je keer jou dood. Quit. Jij stond echt zo, volgens mij, kijk, voor mij is het echt zo... Hij had geen kans. Hoeveel had jij? 14. Kills? Ja. 10 kills, 1 assist. Ik ging wel lekker dit potje. Ja, jij ging wel lekker, ja. Kun je wel zeggen, ja. Nu ga ik weer even vlammen. Oké. Dan ga ik weer even spawn killen. Rood? Ik ben blauw. Oké, dan ga ik ook weer naar blauw. Gaan we winnen. Oh, wacht, ik moet met 360 doen voor blauw, dan winnen we weer. Maar goed, zoals altijd, we zijn zo weer binnen terug. We zijn zo weer bij jullie terug. Yo, zijn we weer. En start. Fire and Water, daar zijn we weer. Met onze slechte forten. Dit is de perfecte map om naar binnen te rennen boven en iedereen gewoon af te slachten. Kom, wat we hier moeten doen is mij gewoon een schone, of een mooie doorgang geven naar de andere kant. Dan kan ik zoveel kills maken. Gaan we weer op een andere plek bouwen als ik bouw, hoor. Ja, ik heb hier een heel slim idee voor een fort. Ik maak een 3-laags fort. Dan kunnen zij niet zomaar doorheen schieten.
slim. Er gaat een of andere slimbo bovenlangs. Ik wou mijn pijl nu alvast klaarzetten, maar dat heeft geen zin meer, denk ik. Ik heb een ingang dicht geblokkeerd. Shit, ik heb de verkeerde klas. Alhoewel, verkeerde klas. Deze is ook best chill, hoor. Welke klas heb je dan? Die jij ook hebt. Dit is de beste klas. Ben je gewisseld? Is ja? Het automatisch? Automatisch staat hij op de andere. En ik heb dus niet gewisseld. Kijken of ik nu een betere score kan halen, want ik denk het wel, aangezien pijl en boog schieten vind ik veel simpeler. Weet je, het is gewoon mikken en loslaten. En de hoek, de boog die de pijl neemt, zeg maar, is best wel makkelijk te bepalen. Is gewoon... Alleen met springen is het een beetje moeilijker timen soms. Die pijlen echt, die vliegen boven me langs vandaag. Ja, ik ben nu één keer geraakt. Hoeveel had ik er? 6. Dus 6 omheen. Hoe weet je dat? Enter drukken. Tap. Enter. Chat lezen. Oh, ik heb er 5. Ja. Hup, er waren er weer 2. Ik ben nu... Diegene die loopt er echt de hele tijd voor en allebei schieten we niet op haar, hè? Nee, maar ik heb op haar geschoten, maar ik weet niet waarom ze niet dood ging. Ik bleef maar schieten. Ja, dat... Dood. Huh? Dat Minecraft poppetje, hoe je het ook wil noemen. Er gebeurde gewoon geen drol. Nee. Go, go, go. Deze ronde is gewoon simpel, joh. De vorige ook. Wij zitten gewoon constant in het winnende team. Ik weet niet waarom, maar altijd als ik meespeel, win ik altijd. Ik weet niet of dat aan mij ligt, of... Het ligt aan ons. Dit is een tactiek. Hij schiet nu het blokje kapot, en dan lanceer ik hem. Naar dood. Jij dood? Schiet... Ik lanceer hem naar dood. En dan heb je dat meisje weer wanneer ze op een kans moet schieten. Hé, hey, ik had haar! Ah, wacht, iemand heeft mij gedood en toen had ik een kill. Die was simpel. Die was simpel. Ik weet zeker dat ik een betere score heb, want die was wel heel simpel. Yay! Ik zwem in de lava. Dit was, ja, nu snap ik het. Aan de ene kant is lava, aan de andere kant is water. Ja, rood-blauw. Ik had 12 kills, jij? 10. Mm-hmm. Maar goed, vandaag zet onze tijd er weer op voor vandaag. Vandaag, dus tijd op. Bedankt voor het kijken, doei! We'll be right back.